Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Het was de tijd van de Mexicaanse griepepidemie. Mijn zoontje zou de BMR-vaccinatie krijgen, de meningococcus C. Heeft hij gekregen en 24 uur later lag hij in het ziekenhuis. Het was een beetje onduidelijk wat aan de hand was. Uiteindelijk hadden ze scans gemaakt en dat zag ook niet goed, maar we werden doorverwezen naar Maastricht toe. We liepen de gang binnen bij de intensive care unit. En de dokters waren allemaal in paniek en ik weet nog, Elaza lag op een bed. En op een gegeven moment kwam de verpleegkundige naar ons toe en ze zei van, kom even mama en papa aan de zijkant en ja, het is zover. En wij dachten van, het is zover, hoe bedoel je? Nee, het is zover. Dus ik keek naar Glenn en Glenn keek naar, het is zover, jouw zoon is aan het overlijden. En toen heb ik heel hard gegild en ben ik in elkaar gezakt. En ik keek de kamer in en ik zag Elazar liggen op de bed. Ik was verteld, hij was eigenlijk al dood, hersensdood verklaard. En ik ging naar hem toe en ik dacht, nou, ik kan twee dingen doen. Ik kan of dit accepteren of hier tegenin gaan. En de enige manier om tegenin te gaan is met God. Dus ik dacht, nou, all my hope is sowieso op God. Als er iets is of iemand is die deze situatie kan veranderen, is dat dan God? En ik heb Elisa op mijn schoot gezet en hij was op een gegeven moment was hij 32 graden en het was alleen maar, it was only getting colder. Hart, kloppingen, dus op een gegeven moment was hij af en toe aan het ademen en dan niet aan het... Dus het was zo'n hopeloze situatie waar ze Glennon probeerden te overhalen om hem te verlossen van de pijn wat hij zou nog kunnen hebben. Glenn is daar tegen ingegaan. Hij heeft letterlijk gezegd van, God heeft jullie de kennis gegeven en ik vraag jullie om dat kennis te gebruiken om mijn zoon te helpen. En dan vraag ik mijn God om de rest te doen. En de doktoren waren nog niet ermee eens, denk aan zijn leeftijdgenoten. Volgens de scans wat ze hadden van zijn hersens, was Elazar een kastplantje. Hij was doof, blind, verlamd. Alles was kapot en hij zou nooit hier goed uitkomen. Het was 100% disaster. En op dat moment hadden we besloten, we waren allemaal ook individueel aan het bidden. Ik dacht van, we gaan in de kring staan. Ik heb gezegd, Elazar gaat uit het ziekenhuis lopen. Elazar gaat rennen met zijn vrienden. Elazar zal niet blind zijn. Elazar zal niet doof zijn. Hij zal niet verlamd zijn. We hebben een Bijbel naast Elazar gezet. Ik ben naast Elazar blijven slapen, zeg maar. Want we hadden zo'n matrasje voor mij naast hem gezet. En ik merkte dat als ik hem ging aanraken, of als ik aan het zingen was met hem, dat er een kleine reactie uitkwam. Als ik zijn gezicht ging vegen in de ochtend, dat hij, alsof hij wegtrok. En ik hield een dagboek. Ze gaf mij een dagboek daar bij AZM. En dat was eigenlijk, het was supposed to be om de rouwproces te verwerken, om de rouw van Elazar, dat ik dat op papier zet, dat ik dat in de toekomst zou kunnen verwerken, wat met hem gebeurde. Maar in dat boek begon ik de wonderen van God op te schrijven. Ik begon te schrijven hoe geweldig God was. En hoe geweldig God was dat God in zou schakelen in deze situatie. Dat wij niet kunnen voorstellen hoe het over 3 jaar zou zijn. Dat begon ik te schrijven. En op een gegeven moment begon ik te schrijven, Tuesday will be, ik weet nog, Tuesday will be the day of glory. Tuesday will be the day of glory. En ik zei tegen Glenn, volgens mij wordt Elazar dinsdag wakker. En dinsdag werd Elazar wakker. Toen hij uit coma kwam, alles was op reset in zijn hersens. Elazar begon dan zijn hoofd recht te kunnen houden. Volgende punt van gebed was, laat Elazar goed kunnen zitten. Elazar zat. Laat Elazar kruipen. Elazar ging kruipen. Elazar lopen. Want dat zou ook, Elazar zou nooit kunnen lopen. Hij zou in een rolstoel moeten zitten. Elazar begon te lopen. We waren verteld dat Elazar nooit zou kunnen fietsen. En dat vind je erg natuurlijk voor een kleine jongetje. Hij heeft een grote broer, een grote zus en een broertje. Eigenlijk moet je dat accepteren. Maar ja.
Net als in het ziekenhuis, dat gaan we dan niet doen. We hebben gewoon een fiets voor Elazar gekocht. Ik kreeg op een gegeven moment een app van Glenn. Ik had een video en ik zei, ja, jouw zoon kan fietsen. En wauw, nee, Elazar! Volgens de artsen, het enige wat hij nog over heeft, wat ze nou... Het is onzeker, is het een beperking of is het een achterstand, is een vertraagde denkpatroon. En zover zijn we nu met Elazar. De scans van 2013 liet zien dat Elazar eigenlijk doof, blind, volgens de scans doof, blind, verlamd, een kastplantje was. Terwijl dat niet zo was. Elazar was gewoon aan het functioneren. En daarom hebben ze nou ook besloten, we gaan voorlopig geen hersenscans meer maken. We kijken puur naar Elazar. En ja, en dan roomt hij. Ze noemen hem nou bijvoorbeeld in AZM, noemen ze hem het wonder van AZM. Want ze zeggen, er is meer tussen hemel en aarde. En dat laat Elazar zien. Ik heb in de afgelopen jaren heel veel mensen verloren, inclusief mijn eigen moeder, die is overleden. Waar we ook heel veel voor hebben gebeden. Maar wat ik heb geleerd is, niet alles gaat zoals je wil. En ik ben heel erg dankbaar dat Elazar nog hier bij mij kon zijn. Dat ik nog van hem kan genieten. Dat hij een gezonde jongen is, dat hij op pianoles gaat, dat hij binnenkort paardenles gaat starten. Dat hij een grote mond heeft tegen zijn broers en zus. Dat ik naar Elazar kan schreeuwen, Elazar, niet van de trap afrengen, breek je nek. Dat je dat kan zeggen. Daar ben ik zo dankbaar voor, want het kon heel anders gaan.